En op de derde plaats gaat dan ook in het midden van het veld nog altijd goed mee. Die HRNF Boko. Maar ook Miras lijkt nog wat achter de hand te hebben. Vanuit de start van het veld probeert mee te gaan Ivana Europort. Drie paarden hier op dit moment strijdend om de beste plaatsen. Waarbij aan de binnenkant Fortuna Fiets leidt. Maar tweede spoor daarnaast voor HRNF Boko. Achter HRNF Boko hebben we dan aan de wijde buitenzijde. Opkomend nog altijd die nummer 9 Harrison Boko. Maar Fortuna Fiets heeft nog altijd de leiding. Harrison Boko echter. Die zet de aanval in. HRNF Boko. Harrison Boko aan de buitenkant. Fortuna Fiets vecht voor wat hij waard is. Maar die HRNF Boko die komt nader en nader. Geweldige tweestrijd. En het is aan de buitenzijde HRNF Boko voor Fortuna Fiets. En op de derde plaats Harrison Boko. Dat is de 1-2-3. En dat is voorlopig. Onderzoek van het draaierijcomité, dames en heren, dat richt zich tegen paard nummer 6, Fortuna Fiets. Dat is de voorlopige tweede aankomende. Dat maakt dat wij over kunnen gaan tot het huldigen van HRNF Boko en Misha Brouwer. Een tip van Misha op een presenteerblad. Deze koers die kon hij eigenlijk niet verliezen, was zijn mening. En dat lukt. 5 jaar deze bruinen Varen uit Tempel Boko. Gevokt in Duitsland, bezit van stal PD, trainer Bas Krebas, rijder Misha Brouwer. En hij wint hier de Prix Timoco in het kader van de Maristyle Talent Challenge. Ja, Misha, gefeliciteerd. Dat noemen we dan sportieve revanche. Sportieve revanche, ja, vind ik ook. Deed het goed. Ik dacht, ik had het idee dat je liever nog wat harder weg had willen rijden, maar dat lukte niet. Nee, het is een beetje een moeilijk paard. We zitten nog een beetje wel eens niet met de kopstang, omdat hij hem zich een beetje scheef maakt. En ik denk dat hij achter de auto is, dat het een beetje zoekerig. Het is ook een keer misgegaan achter de auto. Dus het is een beetje op handen wegrijden, maar hij ging 10 keer beter weg als de laatste keer. Hij is ook behandeld, dus ja, dat moest ook wel. Maar we nemen niet te veel risico. Ja, je bent nog jong, maar je wint wel vaak. Maar nog altijd dus, dit zijn paarden waar je wat van leert, zeg maar. Ja, dit is echt lastige paarden voor mij dan. Ik wil nog heel veel leren en dan moet ik, als ik dit soort paarden rijd, dan gebeurt dat. Dus een overwinning van met zo'n paard smaakt extra zoet? Ja, het smaakt extra zoet. Vooral de laatste keer was ik ook heel dicht bij de winst. Liet hij een been staan. Deed hij nou weer, maar dan door de finish. Dus ja, het is een beetje geluk hebben. En. Goed gedaan, Mies. Goed. We hebben voor jou nog de bloemen. HRNF Boko wint hier dus de Prix Timoco. De combinatie komt terug voor de groepsfoto. Eigenaar Peter Delers erbij, trainer Bas Krebas. En de aanhang van Misha maakt een mooi plaatje. En natuurlijk ons aller Mark aan het hoofd van het paard. De grooms die onmisbaar zijn voor elke stal. HRNF Boko, 5 jaar dus deze bruinruin van Varen uit de Elite Merry Tempel Boko. Nu aandacht en applaus voor HRN Boko. Alweer zo'n geweldige tip uit de stal Krebas. U kunt er de handen voor Misha Brouwer. De start is gevallen. Geweldige start voor Fortuna Fiets. En die snelt naar de leiding. Aan de binnenzijde is ook goed weg. Surprisingly Diva. Aan de buitenzijde meldt zich daar Unforgettable. En aan de binnenzijde, of aan de buitenzijde ook goed daarbij. Paard nummer 3, HRNF Boko. Zo gaan de paarden de eerste bocht opzoeken. Alle paarden goed weg. En het is aan de kop van het veld het nummer 6 van Fortuna Fiets. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde de 2, Surprisingly Diva. Daarachter dan aan de buitenkant Unforgettable. Met aan de redingszijde nummer 1, I'm a Cheerleader. En achter I'm a Cheerleader hebben we dan aan de buitenkant
buitenzijde. Het nummer 3 van RNF Boko. Die weer wordt gevolgd door paard nummer 9. Harrison Boko heeft een goede start gehad. En achter Harrison Boko is er aansluiting voor Ivana Europort. En dat kan ook gezegd worden van het paard daarachter. En die is in handen van Dion Tesselaar. En luistert naar de naam Red Light DZ. Opening 1:16 rond. En de linkerbocht is bereikt. Tempo gaat wel wat naar beneden. Maar het is Fortuna Fiets die hier het veld op sleeptouw heeft genomen. Paard de laatste keer dus met een fout aan de start van misschien wel 100 meter. En die freewheelt nu aan kop van het veld. Tweede plaats erachter. Een gigant van een outsider nummer 2, Surprisingly Diva. Buitenzijde, onverdedig parcours voor Unforgettable. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat ze op die manier goed doorloopt. Aan de binnenkant I'm a Cheerleader. Een andere outsider. Goed geplaatst. Ligt daarachter HRNF Boko. En dat mag ook gezegd worden van paard nummer 9 daarachter. En dat is Harrison Boko. De Boko's goed erbij. Met verder weg dan Ivana Europort. En achter Ivana Europort is er dan nog Red Light DZ. En in 1:23 rond zeg, mag Fortuna Fiets het veld dicteren. En gaat aan kop de laatste ronde in. Fortuna Fiets. Tweede plaats. Binnenzijde. Surprisingly Diva. Buitenzijde. Tweede spoor dus voor Unforgettable. Daarachter dan in de wachtkamer HRNF Boko. En aan de binnenzijde I'm a Cheerleader. Tempo gaat weer omhoog. Harrison Boko ligt er nog altijd goed bij. Surprisingly Diva springt daar weg. Frans van der Blonk wil er langs. Maar ja, dan moet je eerst Misha opzij duwen. En Misha die is daar niet helemaal van gediend. Maar ja, het wordt daar toch naar buiten meegenomen. En Harrison Boko wordt nu ook losgelaten. En we gaan dan op weg naar Eindoverzijde. En het spel gaat op de wagen. Waarbij die Fortuna Fiets nog altijd als een groot vorst aan de leiding gaat. Maar Harrison Boko met zijn machtige stappen. Die komt dan in het buitenste spoor naar voren. En nestelt zich zo dadelijk tot schuin naast de koploper. En op de derde plaats gaat dan ook in het midden van het veld nog altijd goed mee. Die HRNF Boko. Maar ook Miras lijkt nog wat achter de hand te hebben. Vanuit de start van het veld probeert mee te gaan Ivana Europort. Drie paarden hier op dit moment strijdend om de beste plaatsen. Waarbij aan de binnenkant Fortuna Fiets leidt. Maar tweede spoor daarnaast voor HRNF Boko. Achter HRNF Boko hebben we dan aan de wijde buitenzijde. Opkomend nog altijd die nummer 9 Harrison Boko. Maar Fortuna Fiets heeft nog altijd de leiding. Harrison Boko echter. Die zet de aanval in. HRNF Boko. Harrison Boko aan de buitenkant. Fortuna Fiets vecht voor wat hij waard is. Maar die HRNF Boko die komt nader en nader. Geweldige tweestrijd. En het is aan de buitenzijde HRNF Boko voor Fortuna Fiets. En op de derde plaats Harrison Boko. Dat is de 1-2-3. En dat is voorlopig.